Yeah. Oh, that was that. Dat gaat gemakkelijker in houding zijn om je rug wat te sparen. Hè? Nee, zo'n wielerbaan ligt schuin. Hè? Dat heb je al gemerkt. Als wij, dat moet ik tegen renners ook niet vertellen, als wij in een wedstrijd zitten of op training zijn, dan gaan wij aan een hoek of we moeten een bocht nemen, ons stuur niet dwars zetten op onze fiets, maar gaan we gewoon een beetje schuin hangen. Dus, daar rij je naartoe. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar zelfs in de slipcursus met een auto, als je slipcursus gaat volgen, ook daar wordt dat zo uitgelegd. Dus hou daar rekening mee, kijken waar je wil uitkomen. Nu gaan we dadelijk eens op die wielerbaan staan. En dan gaan we van daaruit eens kunnen kijken en uitleggen hoe ver je moet kijken. Of waar je moet kijken. Voor uw zicht. Kijk, als je dus hier aan die rode lijn bent, en je kijkt tot aan de aankomstlijn, dat is een afstand dat je voor u moet kijken. Dan kom je aan die bocht, want we hebben allemaal de neiging, we zien hier voor ons een bocht. Ja, en we moeten toch afdraaien. Maar die baan die schijnt, en je gaat door gewoon rechtdoor te rijden, ga je vanzelf bochten, omdat de ondergrond, je moet als zender niet meer schuin hangen, maar de ondergrond die schijnt. En vanzelf bocht je. Nu hebben wij de gewoonte van te kijken naar die blauwe band, want die valt eigenlijk... Ik neem aan dat jullie allemaal al in het wiel hebben leren rijden. Hè? En zeker Gille, dat komt wel goed, die leren door de wind draaien. Hè? Die kunnen daar les in geven. Dat is de universiteit van poleren en uit de wind hangen. Daar, ben benieuwd. Yep. Maar goed, joh. Vooruit, niet remmen. Blijf trappen. Maak je het ook, hè? Leuk. Heb jij zelf de baan erin, joh? Nee, ik heb het nooit gedaan. Ja, ben je fiets, maar op de baan is er roer van de koek. Nee, dat is op zich ook wel leuk om het, ja, het gelijk op je eigen fiets, dat je ook niet het idee hebt van een baanfiets en alles en, ja, en doortrappers. Ah, dat is ook
Nee, blijf zitten. Gaaf, hè? Kom maar, ik best mee. Dat zeg ik nu.